Ik ben Birgit Schuurman en dit zijn mijn kerstkijktips voor Netflix. Kerst is voor mij eigenlijk eten, drinken, spelletjes doen en leuke films kijken. En hey, laten ze nou net heel veel leuke films bij Netflix hebben. Bijvoorbeeld Klaus. En ik speel een juffrouw in een dorp waar eigenlijk niemand meer zijn kinderen naar school stuurt. Het is een heel grauw dorp. En dan komt in één keer een postbode. Dank u. Die zorgt er eigenlijk voor dat het leven in het stadje mooier en sprankelender wordt. En iedereen brieven weer gaat sturen naar de kerstman. Maar wat komen er allemaal spannende dingen. Eens kijken, Klaus. En welke film natuurlijk ook echt gewoon een all-time favorite is, is Annie. Het is zo heerlijk om zo'n feel-good film te hebben. En wordt het leven mooier. Nog weer een tegenslagje. En dan die Miss Hannigan, rotwijf in het weeshuis. En mijn zus die zong altijd... to wanan, love you, to wanan. Ook zo schattig. So you gotta hang on till tomorrow. Later gezegd dat het tomorrow was. Dat is een beetje lullig om op je 20ste nog steeds to wanan te zingen. Dus... tomorrow, you're only a day away. Halt! Coming to America. Het leuke is, er zitten dingen in die nou, net iets voor volwassenen zijn. Maar ook wel als je als kind mag kijken van je ouders, dan heb je wel zoiets. Oh. Dus als dan Eddie Murphy in bad zit, gaan er ook meerdere dames in bad. Maar in één keer zie je die dames niet meer. En dan in één keer zie je een dame wel en zegt ze, your royal penis has been washed. Nou, dat vond mijn zoontje natuurlijk helemaal te gek. Ik ben heel erg benieuwd naar de animaties achter mij op dit moment. En welke film ik ook echt heel erg graag wil gaan zien is The Night Before Christmas. En dan niet The Night Before Christmas met dat skeletje, wat ook heel erg leuk is trouwens. Maar dit is een romantische comedy. Het gaat over een ridder die door een tovenaar in één keer in de tegenwoordige tijd belandt. Vanuit de middeleeuwen. Toen ben ik een klein stukje gezien en ik kan niet wachten om de hele film te kijken. En een andere serie waar ik mijn tijd aan ga geven, dat is The Witcher. Door een vrouwelijke schrijfster geschreven, bedacht. En twee vrouwen die echt hele kick-ass krachtige rollen spelen in een soort fantasy wereld waar ze met bovennatuurlijke krachten monsters verslaan. Ja, ik hou ervan. Hou je van fantasy? Ga dan The Witcher checken. Wat ik heel erg tof vind, wat nu te zien is dus op Netflix, is Green Eggs en Ham, om met de kinderen te kijken. Alleen mijn zoontje is nu 10, dus misschien zou het voor hem dan net iets te kinderlijk zijn, maar ik ga het gewoon kijken. Het is dan over een hond en die kan alle soorten vormen aannemen. Het is een soort van Barbapapa, maar dan een hele gekke wereld met ijskoningen en prinsessen die in één keer een soort van Dracula's blijken te zijn. Waar ik niet op kan wachten om te zien, is de eerste Nederlandse Netflix original, Aris. Een soort psychological horror story. Mensen hebben tegenwoordig maar heel erg weinig tijd. Dus als je gewoon besluit om een serie te kijken, dan geef jij je tijd aan die serie. Dus dan moet het wel echt heel bijzonders zijn. Dus ik geef mijn tijd aan jullie, Aris.